Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kanai Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een heel gaaf ouderwets frame. Die we heel stoer gaan opmaken, een heel stoer frame. Echt super veel zin in. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Daarmee help je mij groeien en mij zichtbaar worden op YouTube. En jij mist niks van mijn video's. Het is voor beide een win-win situatie. Dus druk eventjes op die abonneerknop, helemaal gratis. Maar dan mis je niks, dus zou ik super leuk vinden. Goed, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelnaarbloemist.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Hè? Ja, ik heb er helemaal zin in. Oh ja, ik vergeet het bijna, maar we hebben natuurlijk ook nog weer een winnaar. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij hebt een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen en mag contact met ons opnemen. Want elke DIY video hebben we een winnaar. Wat moet je daarvoor doen? Laat hieronder een leuke reactie achter, doe even een duimpje omhoog. Er mag een reactie zijn van wat je graag wil zien, welke kleuren je in een video leuk vindt. Wat je van deze video vindt, mag je ook delen. Als je een reactie achterlaat, doe je al mee. Je moet nog wel even een duimpje omhoog doen. Wil je twee keer kans maken, deel dan deze video ook op Facebook of Instagram. Dan doe je twee keer mee, dan gaat je naam twee keer in de pot. Goed, en ga gauw beginnen. Ik zou zeggen, ik haal jullie even dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst doen we even wat folie onder het steekschuim. Dit is zodat het niet doorlekt, want de mal is niet waterdicht. En dan houden we het water tegen. Daarop doen we een blok oase, er past precies een blok in. Belangrijk dat je het blok niet onder water doet, maar jezelf vol laat zuigen. Het overige duw ik eventjes een beetje terug. Om de kleur van het hout terug te laten komen, doe ik dat weer met een mooie bonsai takjes. Ik werk er graag mee, want ik vind het een hele mooie sfeer geven in het stuk. Die zit je gewoon weer vast met een krammetje of je steekt hem in het stuk wat je zelf fijner vindt. Zo, geef gelijk al een mooi zweertje. Dan heb ik mooie rozen en die steek ik er mooi compact in. En oh, kijk al wat dit doet. Vooral het hout met in combinatie met de bloemen. We gaan het mooi in mooie herfstkleuren opsteken. Wel mooi compact, zodat je de onderkant mooi blijft zien. Maar maak het wel mooi geheel. Dan heb ik ook mooie katamens. Droog het ook mooi in. En door het zo compact te steken, kan je er ook extra lang van genieten. Dan heb ik mooie lisiantes. En kijk die kleuren bij elkaar, jongens. Echt prachtig. Mooi die warme kleuren, mooie tinten. Ik hou ervan. En ik zorg dat het aan beide kanten mooi is. Zo kan je het ook heel leuk op een tafel zetten, zodat je het aan alle kanten mooi kan bekijken. Zoals je ziet gaat er veel materiaal in zo'n bloemstuk. Maar door het compact te steken blijft het vaak wel net wat langer mooi. Ik gebruik ook een mooi trosroosje. Ik kan eventueel ook een ander mooi klein roosje gebruiken. Dan heb ik ook nog weer wat mooie malusappeltjes. Past natuurlijk mooi bij de herfst. Stop ik gewoon een stokje onderin. Prik erin, een fijne satéprikker. En ik verdeel het verder in het stuk.
ik hem voor de rest met de materialen die ik over heb verder vol. En ik zorg dat er geen steekschuim meer zichtbaar is. Nou, dit wil je toch gewoon op tafel, jongens. Echt geweldig. Ik denk dat het wel een favorietje van mij wordt. Dan moet ik zeggen dat ik later wel veel favorieten heb. Maar ja, echt prachtig die kleurcombinaties. Het stoeren van de ondergrond. En dan in combinatie met de bonsai die erin verwerkt is. Ja, heb je gewoon een heel mooi stuk. En ook heel sterk. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je onder kopje cursuspakketten. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. Wat je graag zou willen zien. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je jullie bij de volgende keer weer. Doei!